Het nieuws in 1 minuut. 3 slachtoffers eisen in totaal meer dan 3 ton schadevergoeding van de Arnhemse pooier Lino P. die een sekshuis exploiteerde in Zwolle. Dat bleek gisteren uit het eerste deel van de inhoudelijke behandeling van de zaak in Amsterdam. Aannemers en onderaannemers in het midden- en kleinbedrijf zijn gisteren begonnen aan een protestronde door het land. Ze willen politici laten weten hoe moeilijk de bouwwereld het heeft. Op het industrieterrein Hessenpoort in Zwolle troffen de aannemers de Overijsselse Eddy van Heijem van het CDA. De brandweer is gisteren uitgerukt vanwege een kettingbotsing op de Westerval in Enschede. Door de botsing was de LPG-tank van een van de betrokken auto's gaan lekken. Een aantal automobilisten is licht gewond geraakt. De kinderen van de Enschedese en de Hengeloze kinderopvanglocaties van SKE worden door de stad gereden in dit bijzondere vervoersmiddel, de Stint. Het is een elektrisch aangedreven bolderkar waarmee medewerkers van de kinderopvang 10 kinderen op een veilige manier kunnen vervoeren.